alles gebeurt in... Vandaag op onze bank opvallende sporter. Je kan dit niet missen. Jonge energieke dame. Ze is sportief tot en met. En ze is ook nog zo lang. Wie weet je ook maar. De hele dag speel ik al volleybal. Ze is sportvrouw van het jaar 2016. Ik heb het over Sandrina Hunsel. Wat ze in Jamaica laatst heeft gedaan. Donneke Abradisi toch? Laten we eerlijk zijn. Ze is Suriname vertegenwoordigd. En niet gewoon. Is dat weet je toch? Ik was bij een wanbeek. Laten we gaan luisteren en kijken naar Sandrina Hunsel. Maar je ziet het. Voor de beste mode is het nog steeds dresscode. We zijn in de vakantiesfeer. We zijn op een volleybalveld. De haarstreepje gehouden. De man aan Monif Pai. Voor Louis Delijn. Wolu is hier. Wolu! Ja. Mijn trainer boy die zie. Laten we gaan kijken en luisteren naar deze Sandrina Hunsel. Sandrina, hi. Hoe gaat het? Goed. Ochtendstak gewoon even. Ja. Laat me kijken als ik met je kan dansen. Hoe gaat het? Goed, daar met jou. We zijn zo terug. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomvoorles van Telesur. Met de dienst Roomvoorles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesur-nummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per MB is het gebruik van uw Telesur-nummer voordeliger. Wij hebben Roomvoorles-partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomvoorles van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch. En we zijn terug. Sandrina, laten we alvast proosten. Yes. Want we zitten op een sportveld en ik heb gesport. Inderdaad. Eri, thanks Sharon voor je sap. Hey Sandrina, we gaan vanaf het begin beginnen. Yes. Vertel me wie je ouders zijn. Mijn moeder is Alida en mijn vader is Sandy. Je moeder is Alida en je vader is? Sandy. Volgens mij is dit maar mix, denk ik. Nee, mijn naam lijkt inderdaad wel op mijn vaders naam. Uh-huh. Sandy, Sandrina. Maar hij heeft het van een meisje die hij had gezien op de werkplek. Uh-huh. Hij werkte in een hotel en toen was er een logé daar, Sandrina, van Frans-Guyana. Uh-huh. En hij vond het een mooie naam. En toen dacht hij, ik ga mijn dochter Maar hij is Hunsel? Ja, klopt. En je moeder is Alida. Alida. Ja. Je moeder is rechter, hè? Ja, inderdaad. Ja. Hoe was het als klein meisje om je moeder als rechter te hebben? Hoe was het? Nou, ze is het geworden toen ik iets ouder was. Maar het is normaal. Ze is gewoon nog steeds mijn moeder. Ze is een normale vrouw. Is ze ook zo streng? Nee, ze is de liefste moeder die er bestaat. Wat thuis? Ja, klopt. Die naam Hunsel is een bekende naam in die samenleving. Je hebt volgens mij een zangeres, ja, Hunsel. Mm-hmm. Ook een korpschef, Hunsel. Is het je familie? Ja, zijn van mijn opa's kant. Zijn neven en nichten en zo. Oké. Ja. Maar wanneer ben jij geboren? Ik ben geboren op 19 april 1991. Lo mamo. Ja, ik ben een beetje... Dus je bent samen met iemand met Gail? Gail is ook... Nee, Gail is september.
Of welke Gail bedoel je? Gail van mij. Van september. Ja. Oh nee, oh, wie is april of is het Prisha? Dat weet ik. Een van die meisjes is in april ook. Maar zij zijn ook gek, dus ze ja, 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 is één familie. Is één familie. Heb je broers en zusters? Ja, ik heb één broer, Alex, en één zus, Andresa. En hoe was het opgroeien met ze? Het was geweldig. Jij bent de jongste? Juist. Dat kan je voorstellen. Ze zorgen tot de dag van vandaag, zorgen ze echt goed voor me. Ik mocht altijd ook mee met mijn broer om naar zijn sportdingen te gaan, dolfijn en zo. En mijn zus, ja, mijn zus kookt elke dag bijna voor me. Dus ik heb het heel goed gehad en nog steeds. Maar hebben jullie ruzie gehad? Oh ja. Waarom konden jullie ruzie? Mijn zus en ik kunnen voor alles ruzie krijgen. Nu is het iets minder gelukkig. Maar ja, je weet twee meisjes dat catfight en zo. Kofunaki? Ja, een paar keer. Haren trekken. Krabben. En mijn broer had ik ook een keer echt mee gevochten. Dat was om een cassette tape. En toen had ik het kapot geslagen en toen was hij echt boos op me. Hij zei, hey San, ga weg! En ben ik weggerend. Maar bij je zus, wie had gewonnen bij je zus? Wie had weer gewonnen? Ik weet niet meer. Eén keer had ik gewonnen volgens mij. En één keer was ze niet echt een winnaar. Misschien moeten jullie jullie weer zetten om te vechten, om te kijken. Een rematch. Nee, nu wil ik niet meer met haar vechten. Ze is echt lief. Welke buurt heb je allemaal gewoond? Ik ben opgegroeid bij mijn oma. Nee, wacht. Ik ben geboren op Tourtonne. Bij mijn vader. Toen ben ik opgegroeid bij mijn oma aan de Gongrijpstraat. Maar ik ging elke week naar mijn vader ook. Dus eigenlijk Tourtonne ook wel. Wat was het? 5 volgens mij. Etaanstraat. Ken je dat? Etaanstraat. Waar is dat? Is Tourtonne 5. 6 is ietsje meer naar achter, waar baan is. Dus oh ja, 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 voorbaan. Ja. Oh ja, ja, ja. Dus daar heb ik eigenlijk echt buiten gespeeld bij mijn vader thuis en zo. Er was altijd wat te doen daar. En daarna ben ik in de stad bij mijn oma en toen op Geersvleet. En daar woon ik al mijn hele, eigenlijk vanaf ik 6 ben zo. Welke ogris heb je op school uitgehaald? Op school? Horing. Na de break. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomvoorles van Telesuur. Met de dienst Roomvoorles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesuurnummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per mb is het gebruik van uw Telesuurnummer voordeliger. Wij hebben Roomvoorles partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomvoorles van Telesuur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesuur, keeping us in touch. Drie redenen om Dasani te drinken. Het houdt je gehydrateerd. Het houdt je gezond. Het zorgt voor extra vitaliteit. Drink zoveel Dasani als je lichaam nodig heeft. En voel het verschil. Choose to hydrate yourself. Choose Dasani. Dasani water in alle goed gesorteerde supermarkten verkrijgbaar. Koop nu uw 350 ml Dasani voor 1 SRD 75 cent per fles. De halve liter Dasani voor 2 SRD per fles. En de anderhalve liter Dasani voor 4 SRD per fles. Dasani. Lokaal geproduceerd door Fernandez Bottling Company. Goedemiddag, papa. Are, Sanwani bai. Ah, mesuku Ever, papa. Ever, Mimatide. Hey, yo, boss, don't leave it. Oh, bueno, papa. Srut, Ever. Ever voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal. Are, oma, jai. Hai, behoed. Even. De snelle keuren. Srut. Even. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606.
Vanaf nu is er een plek in Su waar je terecht bent voor alle verse vis en visproducten. Who Can Catch voor visspecialiteiten staat aan de verlengde Hoge Straat nummer 48. U bent er dagelijks vanaf 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds terecht voor verse vis, broodjes, burgers, snacks, pastas, salads, de echte fish and chips en verschillende vissoepen. 100% vis. Who Can Catch. Verlengde Hoge Straat 48. Bel en bestel met 8294-727 en laat de rest over aan onze delivery service. International. Lefis starts the party wherever you are. Follow us on Instagram and Facebook at Drink Lavish or visit our website www.drinklavish.com. Ik. Ook ik. Ik draag. Ik draag altijd mijn PPE. Personal Protective Equipment. Personal Protective Equipment. We make your personal safety our concern. En we zijn terug, we zijn terug. Sandrina, we zijn terug. Maar we gaan nog niet over de school praten, over die ogris. We gaan even naar Rivolino. Hij was in de stad. Oké. Zoals gewoonlijk. Ik hoop dat het de stad is, sorry, want ik weet niet waar hij allemaal uithangt. Die jongen is overal. Rivolino van Rivolzoekje. Ja, wat ga je die mensen vandaag? Welke vraag ga je ze stellen vandaag? Oh, oké, sport, oké, ja, is een goede vraag. Want je bent een sporter toe. Alleen een berenbosje. Laten we gaan luisteren naar Rivolzoekje.
Ja, je ziet het, we zijn vandaag weer in de stad in opdracht van Tapa Bankstel en we gaan vandaag met de mensen praten over sport. Wat vinden ze van sport en wat vinden ze van het volleyballen in het bijzonder? Blijf kijken. Wat weet je van de volleybalsport? Ik weet in elk geval dat ze twee of drie weken geleden WK hadden gespeeld. En jammer dat die week qua kwalificatie, jammer genoeg, hebben ze het niet gehaald. Volleybalsport, nou, ik ben niet echt geïnteresseerd dan alleen wanneer ze wedstrijden spelen in het buitenland. Als die laatste, toen die damesvoetbalselectie was geweest, volleybalselectie was geweest. Mijn vader sport, hij doet een sport en hij volleybalt, maar hij is gestopt. Ik vind dat het niet zo een actief sport is in Suriname. Er zijn niet zoveel mensen die volleyballen, vind ik. Nee, ik heb niet gehoord. Ik heb gezien dat ze zijn ver gegaan en ik vond dat ze goed zijn. En ja. Ik ben niet zo'n volleybalfan. Of een sporter tenminste, maar de laatste tijd heb ik wel gemerkt dat de damesvolleybalteam wel een goede beurt gemaakt heeft. Nou, volleybalsport. Ik hou wel ervan, maar ik vind volleybal niet zo erg. Hoe moet ik het zeggen? Ik ben geen ster erin. Wat vind je van hun prestatie? Ik vind het sowieso bewonderingswaardig, omdat ze nog steeds hun best blijven doen. En eigenlijk hebben ze het op een nippertje eigenlijk een beetje kwijt, maar ik denk dat ze voor de volgende keer een beetje beter geprepareerd zullen gaan. Heel goed. Ik ben trots op ze. Ik vind het prachtig. Oh, waarin je pijlwippen ook is, hè? Ja, ze doen het goed, ze moeten het beter doen. Met alles wat ik kan zeggen. Weet je wie de Surinaamse MVP is? Sandrina Hunsel, als ik het goed heb. Ja, Sandrina Hunsel. Nee. Welke fans heeft indruk gemaakt op je? Zo. Ik weet niet hoe ze heet. Hoe ziet ze eruit? Ze is lang en licht van kleur. De naam kan ik even... Sandrina Hunsel. Ja, zeker. Ik dacht mijn gunst. De dames bedoelt u? Die lange dame. De naam is even ontgaan. Ja. Oké, maar hoe ziet ze eruit? Sexy. Ja. En wat vind je van haar prestatie? Nee, Sandrina is de bom. Sandrina, ik ben een persoonlijke fan van Sandrina. Ik ben ook een persoonlijke fan van Sigourney. En ik vind ze beide de bom. En Sandrina, ken ik niet. Ze is best wel goed. U heeft niet gehoord dat ze hebben gehoord? Nee, het is erg, hè? Heel erg. Ja, want ik werk zelf bij Sport & Youth. U werkt bij Sport & Youth en u weet dat niet. Wie is de Surinaamse MVP? Maar God, ik weet niet. Ik dacht jullie me echt op de televisie laten zien. Ja. Nee, hoor. Dat is een schande. U werkt bij sportzaken. Dan weet je niet wie de Surinaamse MVP is. Echt eerlijk, nee, boy. Wie is dat? Okay, heb je een boodschap voor ze? Ja, sowieso. Blijven jullie doorgaan. Jullie weten dat jullie goed zijn. Jullie moeten excellent worden. Boom. Thank you. Yes. Wat drank is het? Van die man daar aan de op die hoek. Het is een ijsje. Wie is het? Is lekker voor de zon, toch? Oma, waarom denkt u hier? Wel, meneer. Als zus is voor jou magnifiek. Terwijl mij denkt de man, ik krimeer. Daarnaast kan ik mijn windows tinten. En alles kan ik hier doen voor mijn auto. Mijn soundinstallatie naar Jammy City. Oma, de alarminstallatie is ook hier gedaan door Audio Solutions. Hier bij RBE Ringweg Zuid, alarm van plan weer poets. Voor je auto-accessoire bent u hier terecht bij RBE Ringweg Zuid. Profis onderdelen, ik heb een jatuh. Roy Boudou Enterprises, de Tamasari, kilometer 13, komen wij nou? J.A. Pengelstraat nummer 218 en aan de Ringweg Zuid nummer 402. We zijn terug. Kijk, Meta is in de lucht. Je kan zwaaien. Meta! Meta, ik trang amore. Ola no no de. Concurrent. Ola je concurrentie. Ik wang abaga. Hey, Sandrina, we waren gestopt bij een school. Ja. Ja, Ogris. Ja. Wat, je bent een meisje?
Ja. En je bent flink. Welke ogris heb je gedaan? Nou, ik heb een beetje een, hoe noem je zoiets? Een ogri gedaan in de zin van met de repetitie. Maar ik, zoals je zei, ben ik slim. Dus ik was aan de andere kant van de tafel. we hadden wiskunde rap. Dat was de middelbare school op Lico 2. En hadden we wiskunde rap. Dus ik had, maar ik maakte altijd mijn sommen, maakte ik eerst op mijn kladblaadje. En dan schreef ik het op mijn normaal blaadje. Dus ik had de hele, eigenlijk had ik die hele repetitie dus toevallig ook al op mijn kladblaadje. En toen vroeg een vriendin van mama van, hé, zo en zo, ik weet niet. Dus toen heb ik gedaan alsof ik iets voor haar moest brengen. Heb ik mijn kladblaadje aan haar gegeven. Eh? Want ik dacht, ik ben slim, ik ga haar helpen en zo. En volgens mij dezelfde dag nog werd ik teruggeroepen van Hunsel, je hebt meegewerkt aan spieken. En dat kan niet, je hebt er één. Wow. Ik heb nooit meer iemand geholpen. Welk vak? Wiskunde? Wiskunde, ja. Je hebt niet gehuild? Ik weet niet meer. Want eigenlijk zou je een 10 gaan krijgen. Ja, dus eigenlijk zou ik een 6 krijgen, dus zo slim was ik ook weer niet. In het tegenhapje, jong. Nee, nee, nee. Eigenlijk, ja, we zijn nog steeds vriendinnen. Welk meisje is het? Welke vriendin is het? Wie is het? Wie is het? Je kan takane, ik kan karane. Senegi. Ik hoop niet dat ze dit zien. Hey, Senegi! Hou toch op. Ze moet je betalen. Het heeft ons dichter bij elkaar. Hadden we samen die één. Sandrina, welke school heb je allemaal gezien? Ik zat op de Christian David School. Dat is aan de Tourtonnelaan. Daarna ben ik naar de Graaf van Sinsendorf gegaan. Dat is dat hier aan de Gongreepstraat. Ja. En toen Lico 2 en daarna ADEC. Een jaartje in Amerika en toen weer op ADEC. Yes. Maar heb je nooit gespijbeld? Ja. Ja. Hoeveel keren? Een keertje op Lico 2 ben ik weggegaan. Omdat we een soort volleybaltraining hadden. En we konden geen toestemming krijgen, dus daar zijn we gewoon zelf weggegaan. Eh? Dus dat was een beetje vervelend. Met je moeder als rechter? Nee, nou. Ja, je blijft een mens. Hè. Dus dan krijg je dubbele straf. Thuis krijg je ook straf, hè. En toen zijn we... Op ADEC heb ik veel gespijbeld, maar daar is het niet zo zwaar. Daar. Ja, maar wat ben je gaan doen? Ik zat in de kantine. Ik was nooit met McDonald's. De jongen weggegaan? Nee, dat was niet nodig. Oh? Ik hoefde niet, shushushu te doen met jongens. Oh, ik ben altijd open en eerlijke roper. Oh. Wie was het? Ik weet niet, zijn een paar. Hoeveel ongeveer? Dit is wel grappig. Wie was je eerste? Mijn eerste vriend? Tje. Astensio. Astensio? Hoe oud was je? Astensio, hoe oud was je? Ik was veel te jong. Nee hoor, ik was 15 of 16. Eh? Ja. Mama heeft ook weer niets gezegd? Nee, mama had kennis met hem gemaakt en zo. Oh, hij kwam ook aan huis? Ja, netjes, alles gebeurd. Wanneer mama niet thuis was? Ook. Ja, maar dan ging ze vrijdag ging ze naar mijn oma en mijn opa. Feest! En dan dacht ik, oh, chill op de vrijdag. Ja, is echt erg eigenlijk als ik eraan denk. Maar is je lengte belangrijk in een relatie? Of de lengte van je vriend? Belangrijk? Nee, zijn lengte niet. Eerder zijn zelfvertrouwen. Mm-hmm. Want het gebeurt soms dat jongens een beetje geïntimideerd raken door mijn lengte of onzeker worden. Mm-hmm. En dat moet niet mijn hoofdpijn worden. Dus als het is van jij bent zeker, confident. Mm-hmm. En ik kan ook lekker gewoon mijn ding doen, mijn hakken dragen en zo. Nou, en we klikken goed, dan is dat het. Hoe lang ben je zonder hakken? Ik ben eigenlijk 1,88 meter. Oh. Maar ik vind dat 1,90 mooier klinkt. Ja, je rondt het gewoon af. Juist. Want je telt die hakken dan ook mee. Ja, dan 95. Hoor nou, maar hoe lang was Renzo? Stensio. Hoe lang was Stensio? Hoe lang was hij? Ik weet, van mij waren we een beetje even lang hoor. Even lang? Ja. Ik ben nog gegroeid daarna. Oh. Hij is kort gebleven. Maar het is nog steeds Stensio? Nee. Wie is het nu? Niemand nu. Eh? Nee. Waarom niet? Ik weet niet. Ik heb nog de juiste klik gevonden. Die klik is echt belangrijk. Maar je probeert wel die klik te vinden. Ja, je weet toch. Je leert jongens. Je leert iemand kennen. Mm. Je kijkt hoe het gaat. Mm. Maar ja, if you need 4-1, dan ga je niet ervoor. Ja. Maar wat zoek je eigenlijk? Zoals ik zei, zoek ik een man met zelfvertrouwen. Mm-hmm. Een man die een relatie heeft met God is ook belangrijk voor me. Je bent van de kerk? Ik zou niet per se zeggen
van de kerk. Ik zou meer zeggen, ik ben van God. En ik ga wel naar de kerk, ja. Elke zondag? Elke zondag. Meestal. Niet altijd. Soms moet ik volleyballen. Soms moet ik uitslapen. Maar ik ga wel graag naar de kerk. Ik heb een hele leuke gevonden om te gaan. Dus zodra ik kan, ga ik wel. Ik probeer wel tijd vrij te maken ervoor. Zijn er kinderen? Heb ik kinderen? Nee, ik heb wel een nichtje van wie ik doe alsof het mijn kind is. Oh, die van je zus. Ja. Dus zij is mijn kind. Maar zelf heb ik nog geen kinderen. Maar wil je wel? Ik wil wel kinderen, Hoeveel? Eerst was het 5. Hé! Hey! Ja. Jorik! Maar nu bij de koers, daar ben ik naar 3 gegaan. 3 is goed. 5! Ja. Jongens, meisjes? Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit? Nee. Oké, ik wil je vraag nog stellen. Wat was je meisjesdroom? Mijn meisjesdroom? Oh, ik weet nog, op de Mulo school wilde ik hersenchirurg worden. Hersenchirurg? Ja. En waarom niet meer? Omdat natuurkunde echt moeilijk is. En ik had natuurkunde nodig om naar S te gaan. En toen dacht ik, nee, ik ga niet mijn hele leven nog natuurkunde doen. En toen is mijn droom, heb ik zodanig nagedacht dat mijn droom is veranderd. En heb ik dat aan de kant gezet. Maar heb ik toch wel, ben ik toch wel doorgegaan met mensen kunnen helpen. Maar dan niet hun hersenen, maar zeg maar hun hart meer of mentaal meer. Ik doe coaching en counseling. Ja, je bent een sociaal bewogen mens. Ja. Zeer sociaal, ik weet het. Ik volg je. Ja. Ik volg je. Maar wat doe je nu? Werk je of is sport je werk geworden? Als sport mijn werk was, dan zou ik niet eten. Want je krijgt geen geld van sport hier. Maar ik werk en ik heb een eigen coach- en counselingpraktijk. En ik sport. Ja, ik ben je vrouw op het naten ook. Oh, ja. Een van die studenten heeft stage bij me gelopen. Klopt, ja. Ja. Lastige student. Nee hoor. Maar is mijn vriend. Nee, hij is mijn vriend. En nee, hij is positief lastig. Ja. Positief lastig. Ik kan met hem lachen, we kunnen met hem lachen. We hebben een heleboel dingen met hem meegemaakt. Wat voor leerkracht ben je daar op school? Ik ben studieloopbaanbegeleider en ik geef het vak burgerschap. Dat is als maatschappijleer. Dus eigenlijk ben ik gewoon een gezellige juf. Ja, hij heeft me verteld, hij heeft me alles verteld. Hij zegt, jij kan de hele dag voor de klas staan voor hem. Ja, het is echt gezellig met z'n meneer Banda. Banda, ja, Banda. Ja. Waar is die liefde voor de sport begonnen? Dat is een goede vraag. Het is eigenlijk begonnen op de lagere school, waar ik in de eerste klas zat. Ik werkte dus gewoon mooie cijfers en zo, totdat ik koprol moest doen op gymmen. En eigenlijk sinds ik klein ben ik al een beetje lang. En ik durfde niet om die koprol te maken, want het was te hoog. En toen heb ik een 5 gehad op mijn rapport. Dus mijn enigste rode cijfer was voor gymmen, een 5. En toen zou ik naar ballet gaan om een beetje flexibel te worden, maar dat kon niet meer. En toen heb ik turnen ontdekt. En toen ben ik begonnen met sport, van turnen, een zwemles, naar basketbal toen ik 12 was. En toen ik 17 was naar volleybal. Ivo. Werd je geplaagd door je lengte op school? Mooi, meneer. Ik werd niet alleen op school geplaagd. Welke naam? Want ik was niet gewoon lang. Ik was heel mager. Ik was lang en mager. Dus ik basketbalde daar zo bij CPI. En dan waren er buiten altijd ook jongens. En zij noemden me Spijker. Jezus. Spijker. Lantaarnpaal, die was ook een heftige man. Die raakte me diep hoor. Zo, die mensen hebben me pijn gedaan, man. Hoe noem je dat? Spalk nog? Een soort van ding. Dat ding van die fiets, hoe je dat ook al spaken, weet. Spaak. Dus ik heb van alles naar mijn hoofd gekregen. Ja. Kugwa sportbakka. Je hebt zoveel sporten gedaan, waarom volleybal? Hoor, na de break. In het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomvoorles van Telesur. Met de dienst Roomvoorles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw telesurnummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per mb is het gebruik van uw telesurnummer voordeliger. Wij hebben Roomvoorles partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomvoorles van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch.
3 redenen om Dasani te drinken. Het houdt je gehydrateerd. Het houdt je gezond. Het zorgt voor extra vitaliteit. Drink zoveel Dasani als je lichaam nodig heeft. En voel het verschil. Choose to hydrate yourself. Choose Dasani. Dasani water in alle goed gesorteerde supermarkten verkrijgbaar. Koop nu uw 350 ml Dasani voor 1 SRD 75 cent per fles. De halve liter Dasani voor 2 SRD per fles. En de anderhalve liter Dasani voor 4 SRD per fles. Dasani. Lokaal geproduceerd door Fernandez Bottling Company. Goedemiddag, papa. Are, Sanwani Bai. Ah, mesuku Ever, papa. Ever, Nimatide. Nee, je post don't direct op Bueno, papa. Srut. Evert. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, behoed, lobbykade. Ik wil bijna allemaal. Arre, oma, jai. Hai, behoed, behoed. Evert. De snelle keuring. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Vanaf nu is er een plek in Su waar je terecht bent voor alle verse vis- en visproducten. Hook & Catch voor visspecialiteiten staat aan de verlengde Hoge Straat nummer 48. U bent er dagelijks vanaf 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds terecht voor verse vis, broodjes, burgers, snacks, pastas, salads, de echte fish and chips en verschillende vissoepen. 100% vis. Hook & Catch. Verlengde Hoge Straat 48. Bel en bestel met 82 94 727 en laat de rest over aan onze delivery. Free service. Levis starts the party wherever you are. Levis. 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 Follow us on Instagram and Facebook at DrinkLavish or visit our website www.drinklavish.com. Ik. Ook ik. Ik draag. Ik draag altijd mijn PPE. Personal Protective Equipment.
Personal Protective Equipment. We make your personal safety our concern. En we zijn terug, we zijn terug. Who can catch us weer in the house? Tennessee. Hey, Gota. Oh, goed zo, goed zo. Je favoriete, wat heb je klaargemaakt voor dat? Witte nasi met zoetzure tambaki. Tambaki, ja man. Is wat je hebt gevraagd. Ja, die zoetzure vis. Ja. En brief me, het smaakt goed. Ja, ik wil net te snel op dat gedeelte komen. Kunnen we eten. Sandrina. Ja. Voordat we naar je sport, volleybal gaan. Ik heb ook met je broer en zus gesproken, want ze hebben gebeld. Ze waren hier, ze hebben gebeld. Ze hebben gezegd, we willen ook wat over haar vertellen. Okay. Ja, ja, ja. Dus no WhatsApp, Suma bij Win Affetti. Nah. Laten we even gaan luisteren wie gewonnen had. Ik ben Andresa Hunsel, de zus van Sandrina Hunsel. Ik ben de oudste. We komen uit een gezin van drie. Sandrina is de jongste. Het was eigenlijk altijd heel rustig, leuk, gezellig. En naarmate je ouder wordt, creëer je ook een heel andere band. Dus ja, ik heb het als prettig ervaren. Het is, ja, hoe is het? Dat zeg ik, naarmate je ouder wordt, is het eigenlijk een soort van vrienden voor het leven. We leren elkaar nog steeds beter kennen. En ja, ik zou geen ander zusje willen dan San. We hebben eigenlijk maar één keer echt ruzie gehad. Ik hoop dat ze het over die keer heeft. En de andere keren zou ik me niet kunnen herinneren. Ja, inderdaad. Het was een beetje heftig. Jullie hebben gevochten? Mm-hmm. En wie ja. heeft gewonnen? Zo lang geleden. Aangezien het over haar gaat, heeft zij gewonnen. Nee, ik weet niet als er iemand heeft gewonnen hoor. Ik denk dat als het om vechten gaat, dat er niemand wint. Maar ja. Waarom moest jullie vechten? Dat is echt een lang verhaal. Maar ik had heus arrest. En ik was de oudste. En op een gegeven moment, als mijn ouders weggingen, dan bleef ik dus met die twee anderen, Alex en Sandrina. En als ik had zo'n huisarrest bij mijn moeder, hield in, je mag geen mobiel, je mag niet bellen op de vaste telefoonlijn. Maar als ze wegging, haalden ze dus die, dat kopje weg, toch? Dat je moet plukken. En ik had een reserve. En wat gebeurde er? Als mijn moeder daar wegging, dan zette ik het, plukte ik het in en dan kon ik gewoon bellen. En toen ze dat zag, begon ze dus een heleboel lawaai te maken. En toen zijn we echt in iets verwikkeld, want ik had zoiets van, waar bemoei je mee? En blablabla, bla, bla, het is toch mijn eigen risico. Daar ging het gevecht om, omdat ik dus eigenlijk tegen de regels van mijn ouders in wou bellen. Dat was het, heel stom eigenlijk. Wie wil je bellen? Ik wou iemand bellen die ik heel leuk vond. En om die persoon had ik een SAS. En daar gaat het toch niet over. Okay, Sani heeft een hele rustige jeugd gehad. We komen uit een best rustig gezin. We hadden niets tekort. Het was altijd prettig. We hebben een soort van combinatienaam om aan te geven hoe sterk de band tussen ons drie is. Andrilex. Ik denk dat de basis van thuis wel heeft gezorgd dat ze een sterke persoonlijkheid heeft. En dat is dus eigenlijk vanaf ze klein is al het geval. Dat ze al heel jong wist wie ze was, wat ze wou en ook echt ervoor ging. Dus als ik kijk naar de jeugd, want dat was de vraag, dan denk ik dat ze jeugd heeft gehad om u tegen te zeggen. En ik hoop dat ze dat ook aan de kinderen zal geven, want ze gaat heel veel kinderen krijgen. Ja. Hoe ik het ervaar of hoe zij is, hoe ik het vind. Ik ben heel erg trots op San, dat sowieso. Eigenlijk beide keren dat ze voor een sport koos, was ze toch wel een uitblinker. Zowel bij basket als nu bij volley. Het volleyballen heeft ze naar een behoorlijk niveau weten te trekken. En we zijn echt super trots op haar. Dat sowieso. En de support krijgt ze ook echt van ons. Heb je een boodschap voor haar? Blijf jezelf. Blijf eenvoudig. Blijf geven om anderen. En vooral het vrolijk meisje dat we al heel lang kennen. En doorzetten. Blijven doorzetten. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Geef niet op. Zet gewoon door.
Zo zijn terug. We zijn terug. Sandrina. Ja. We waren gestopt bij volleybal. Mm. Waarom volleybal? Waarom juist volleybal? Waarom geen voetbal? Waarom geen zwemmen? Waarom geen basket? Ja, het was dus eerst basket. Mm-hmm. Toen ik 12 was, want mensen vonden op straat altijd van, hey, zo lang ben je, ga basketballen. Dus toen dacht ik, oké, dan moet ik gaan proberen. Het was leuk, heel leuk. Mm-hmm. Ik heb 5 of 7 jaar ongeveer gebasketbald. En toen was er in dezelfde hal voor CLD. Voor CLD. Mm-hmm. En toen was er in dezelfde hal was er een volleybalteam van Erik Eijkman, dat was Condor. Mm-hmm. Dus toen riepen ze me een dag van kom slaan en zo, want ik was vriendinnen ook met zijn dochter. En toen vond ik het ook interessant, maar die shorts vond ik niet zo leuk bij volleybal. Die waren een beetje klein, maar uiteindelijk... Naar de spak. Boy, echt, ik de eerste weken of maanden volleybalde ik met mijn basketbalboek. Die lange. Hoor nou, weet je waarom ik lang? Ik was ook in die... Ja, je was de Bonjo Boys, toch? Ja, de Bonjo Boys en de Koukindi. Ik was ook de Bonjo Girls. Ja. Nee, eigenlijk moest ik met jullie komen zingen. Ik durfde geen shorts aan te doen. Maar bij de wedstrijd moet je uniform. Dus toen had ik mijn eerste short aan. En ik was heel zenuwachtig. Dus dat weet ik nog. Chevelli ken je ook, toch? Ja, Chevelli. Dus ik zei nog tegen Chevelli, Vel, het is zo kort. Ze zei, meisje, doe normaal hoor, het zit beschaafd. Want ik wilde dat mijn billen ook zo groot zat erin en zo. Maar ja, dat was het niet. Maar toen vond Chevelli, het zit beschaafd, doe normaal. Dus toen heb ik mijn eerste wedstrijd gespeeld en vanaf toen was ik niet meer van het volleybalveld te halen. Gewoon die passie en die liefde die ik ervoor voel. Je moet agressief zijn, maar eigenlijk heb je geen contact met iemand. Het is echt een mentale sport en dat vind ik echt spannend, die mentale uitdaging. Dus ik denk daarom volleybal. Oh, daarom volleybal. Hoe lang speel je al volleybal? Nu speel ik al, volgens mij is het 8 jaar of 9. Ja. 8 of 9. Aha. Wanneer ben je voor het eerst geselecteerd? Voor het eerst geselecteerd? Voor de nationale selectie. Voor de senioren selectie in 2009. 2009? Ja. Ben ik naar Trinidad gegaan. En het was winst? Nee, het was een zwaar verlies. We waren 5e of zo. Ja. Maar ja, zo leer je, hè. Waarom halen we de top niet? Wat is het probleem? Waarom halen we de top niet? Ik denk spelervaring. Mm-hmm. En... ik zou zeggen, de afgelopen periode hebben we wel meer frequentie van trainingen gehad. Dus dat gedeelte hebben we wel goed opgevangen nu. Mm-hmm. Want dat was in het verleden dus ook wat, van we beginnen te laat met trainen, we trainen te weinig. Nu hebben we dat, zeg maar, gecorrigeerd. We beginnen eerder met trainen en we trainen vaker. Mm-hmm. En ik denk dat nu spelwedstrijdervaring het belangrijkste is. Dus dat moeten we goed oppakken. Mm-hmm. Body and strength moeten we oppakken. We hebben laatste periode voor Jamaica voorbereidingen hebben we body strength oefeningen gedaan met Kevin Leerdam. Mm-hmm. Maar dit keer moeten we denk ik ook met gewichten gaan werken om echt die kracht, die muscles. Want die dames van Trinidad bijvoorbeeld maken geen grappen. Is dat het verschil? Ik denk het wel. Ze spelen veel toernooitjes in het buitenland. Mm-hmm. Dat helpt je sowieso mentaal. En dat gedeelte van gymmen en fysiek en goed eten, et cetera, dat is dan het fysieke gedeelte. Dus die twee moeten we even gaan aanpakken. En dan moeten we gewoon verder gaan, doen wat we doen, want de liefde is er zeker. Ja, heb ik gemerkt. Want ik heb gekeken, ik ben niet echt een volleybal-liefhebber hoor. Man. Nee, dus laat me niet zeggen liefhebber. Ik kijk eerder naar een voetbalwedstrijd, ja. Maar Wika. Wika, 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 Wika. Ik ben geen Barca en dat soort mannen. Ik vind Madrid-mannen bijvoorbeeld me tegen de mannen. Maar ik heb gekeken naar die wedstrijden van jou. Mm-hmm. Waarom zeg ik jou? Want ik struggle jere. Het ging alleen maar om Sandrina. Mm-hmm. Ik heb samen gekeken met die vrouw van me. Want zij speelde ook volleybal. En je viel direct op. Daar heb ik het besluit genomen. Ik zei, als dit meisje terug naar Suriname komt, moet ze direct op onze bank. Want a struggle voor Suriname. Je hebt gestruggeld. En mijn complimenten aan ATV dat jullie die live in onze huiskamer die beelden hebben gebracht. Is dat toch? We hebben genoten. Heel Suriname heeft gekeken hoor, want die reacties heb ik gezien op Facebook. Die power, ja, klopt. Dus hoe heb je dat ervaren? De spelen op Jamaica? Ja. Nou, als zeer positief. Mm-hmm. Wil ik ook gelijk ingaan op wat jij zei, van je hoorde steeds Sandrina.
Zo lijkt het wel inderdaad, alsof mijn naam de hele tijd wordt genoemd, maar dat komt omdat ik een aanvaller ben. Er zijn verschillende functies binnen volleybal, met verschillende waarden zeg maar, maar ik wil dat ook even recht trekken. Eigenlijk hebben ze nominale waarden, dat is het enige wat ik heb onthouden van statistiek. En nominale waarden wil zeggen, er is verschil, maar er is geen verschil in waarde. De ene is niet meer waard dan de andere. En dat heb je dan ook binnen volleybal. Je hebt iemand die paast, iemand die zet en iemand die slaat. En in dit geval ben ik toevallig degene die slaat. En het slaan zorgt dan wel voor een punt. Waardoor je dan dat opvalt. Maar achter dat alles is er nog zoveel meer. Er is de verdediging. Want als die verdediging niet komt, dan kan de rest niet komen en dan kan ik die bal niet eens slaan, snap je? Dus inderdaad, mijn struggle was struggle, maar eigenlijk het hele team heeft echt gestruggeld, waardoor we zo ver zijn gekomen. En zonder enige, als eentje uitvalt, dan kan er niets meer gebeuren. Sadrina, wat wil je nog bereiken met volleyballen? Met volleybal, ik ben er nog niet helemaal uit, omdat ik naast volleybal dus ook een ander leven heb, gewoon een leven. Ik wil me opbouwen, ik probeer af te studeren, et cetera. Waardoor ik nog niet eruit ben als ik wel of niet bijvoorbeeld professioneel wil gaan spelen. Want als ik naar het buitenland ga, dan kom ik een beetje achter te staan met school bijvoorbeeld. Dus ik ben nog aan het overwegen, ga ik eerst school afmaken of ga ik even weg. Maar ja, al met al, wat Surinaamse selectie betreft, is mijn doel dat we volgend jaar weer mee kunnen doen aan de Caribbean Cup. En dat we dit keer kampioen worden. Dat is het doel nu voor volleybal Suriname gewoon. En persoonlijk wil ik proberen om even voor korte tijd in het buitenland te kunnen meetrainen en meespelen voor die ervaring. Zodat ik een betere bijdrage kan leveren aan het team. Maar dat is nog een beetje op een laag pitje. Ik zie wel maar hoe zou dat niet loopt. Het heel team moeten gaan? Het heel team zou dat zou het beste Want, zijn. Want kijk, als jij kan alleen gaan, maar daarvoor kan dan de rest. Klopt. Maar dat gaat dus met contracten. Je moet een contract aanvragen om te gaan. Het is niet dat je wordt gestuurd door Suriname, zeg maar. Dus daarom zei ik persoonlijk gewoon. En elke persoon moet zijn doel zelf stellen wat dat betreft. Het zou het beste zijn, want Trinidad heeft 5 dames die professioneel spelen. Door hun eigen keus. Dus ik zou het prettig vinden als nog meer dames komen. Maar ik begreep dat Trinidad ons ook heeft uitgenodigd om inderdaad als team op een trainingskamp te komen. Het is dan iets van een week of twee. Maar als de financiën er zijn, dan zullen we dat ook gaan doen. Dat zou ook Laten een goede bijdrage. Ik hoop het ook. Laten we het open. Laat me het gelijk vragen. Je moet gewoon lief kijken naar die nieuwe minister, want zij wil wel. Klopt. Zij wil wel. Ik zal heel lief proberen te kijken. Sandrina, zou je trainer willen worden? Dat weet ik nog niet. Omdat... Of wil je eigen vereniging? Als ik trainer zou worden, denk ik dat ik bij Condor gewoon. Want Condor, daar ben ik geboren, zeg maar. En ik zou daaraan terug willen geven. Ik denk dat ik eerder coach zou willen worden. Een trainer is iemand die echt op de trainingen, op het veldje, de technieken en zo leert. En een coach is iemand die tijdens de wedstrijden dingen uitdenkt en zo. En het coachen lijkt mij pas iets meer bij mijn karakter, zeg maar. Omdat ik ervan hou om mensen te motiveren, te sturen. En dat doet een coach. Als ik mezelf in de toekomst trainer of coach, dan zou ik eerder gaan voor coach. Coach. En dan van Condor. En Suriname als dat kan, de selectie. Laatste vraag. Heb je een boodschap aan die Surinamers? Surinamers over het algemeen? Over het algemeen. Ja, zeker. Mag daar in die camera. Kijk, Banku staat daar. Ja. Ze heeft vandaag geen short aan het banken tussen in afloekoe. Aan alle Surinamers zou ik willen zeggen, laten we leven vanuit liefde. Er zijn dingen die niet zo goed gaan in het land, er zijn dingen die niet zo goed gaan in iedereens persoonlijk leven. Maar ik heb het idee en geloof dat liefde het antwoord is voor alles. En God is liefde, dus met andere woorden, laat Hij onze leidsman zijn. En laten we elkaar niet afbreken. We mogen elkaar kritiek geven, maar in de zin van een positieve richting. Ina brokko makandra zomaar. Because love is a beautiful thing and it can heal anything. Amen. 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 Veruska, waar is Veruska? Oh, Emmy. Emmy. Hey, zat? Ja. Mooi. Emmy, je hebt bijna een Engels woord die je bakken toch? Detergent. Ja. Je krijgt 50 SRD opgewaardeerd.
Door telesuur, ja. Ja, man, ja. Dan kan ik die jongens bellen. Ik ga direct met wow beginnen. Mm. En het is die heavy duty laundry detergent. Wat? Ja, volgens mij voor gitaning. Thanks. Ja, dit is voor zware was. Oké. Okay. Ja. Voor jeans en zo, toch? Jeans, ja. Zie je, ik was voor kleren, je sportkleren. Hoor. Ja. Ja. Want hier deed je Swift op grond. Dus je neemt krim, boom. Zo is dat. En dan krijg je die wasverzachter. Juist. Als je dit, als je het hiermee wast, hoef je geen parfum meer te zeggen. Ruik even. Oh ja, man. Dat nee, dan wil ik het over mijn kleren gooien. Nee, maar nu ruik je fris. Gelukkig. Ja. Je kreeg van... Mijn zus gaat blij zijn. Trans American kreeg je deze heerlijke zeer wijn. Oh, ik vraag me wel af met wie het gaat drinken. Ik hoop dat het Chiavelli is, want Chiavelli is alcohol. Ja, ik ga met mijn girls drinken, Ja. Je kreeg van Tapa Bankstel. En dan hoop ik dat je eerst volgende training, of nee, wedstrijd. Ja. Dan kom je op met dit truitje. Zeker. Ja? Waar het onderwerp heel goed zit. Helemaal. Brief me, je hoeft niets te doen, je wint direct. Dus dat, oh, dan ga ik het elke keer doen. Ja. Vooral naar Jamaica. Dankjewel. Van Lotus Healing Center kreeg je een massage. Dank. En je hebt het nodig. Echt wel? Ja, je hebt het nodig. Wauw, zus. Ja, we zijn nog niet klaar. Jongen, wat een verwinner. Je eet toch worst? Ja. Ja. Je kreeg van Riffos Hoekje. Oké dan. Kreeg je 25 SRD alleen maar aan worst. Wauw. Ja, je nja worst in weri. En je kreeg van Levish. Lekker hoor. Je mag kiezen welke smaak je wil. Je hebt cranberry. Je hebt die classic. Dat is een vodka cocktail. Oké. Okay. Of die coconut. Jij mag zeggen welke je wil. Coconut. Of is het pineapple? Die ga ik nemen. Nee, die coconut. Oké, okay. dit is die coconut. Dank en dan krijg je wel. Ook zo'n pet van ze. Levish. Oh, gezellig. Ja. Mooi, kijk, dit is van jou. Dankjewel. Is er nog wat? Niets meer toch? Ik voel me jarig. Ja. Als je hier komt, ben je altijd jarig. Dan wanneer mag ik weer komen? Je wordt maar één keer in het jaar jarig. Hoe kan catch? Dat eten. Want op het moment dat hij wacht. Ja toch, ik dacht wanneer komt. Ja, het komt eraan. Hij komt. Tada! Hey. Oh, wauw, zus. Wauw. Dankjewel. Kijk hoe mooi het versierd is. Is echt mooi. Wauw. Dankjewel. Kijk hier. Zeker. Kijk hier. Kijk wat ze hebben gedaan met dat ui. Nee, dat wil ik niet eten. Zo mooi. Zo mooi toch? Jezus, jong. Mogen we eten? Ja, je mag eten. Sandrina, je wacht op. Ja, ik denk zo lang. Oké, Sandrina, jij mag alvast happen. Dan ga ik afsluiten. Ja, prima. Dankjewel. Dat was het voor deze keer. Jullie hebben het allemaal gehoord van Sandrina Hunsel. Het is allemaal begonnen met een lange basketbroek. Want dat is Shing. In berekend van Spaak plus de Kokindi. Maar nadat ze het heeft weggehaald en weer op Chimbele short. Want dat kijk ik echt hoor. Terwijl play zo, terwijl Swift, op een gronk zo, naar de stijl. Weet je wat vooral? Wanneer jullie soms trainen jullie hier met beachvolleybal en beachkleding. Heer die meer heeft dat je er. Hoe is je mee, maar mijn schoen. Maar, ze willen top bereiken. Dus Surinamers, laten we ze die ondersteuning geven. Ik heb het laatst gemerkt dat Suriname achter ze stond, want volleybal is niet echt. Niet te vergelijken met voetbal hier in Suriname. Heer de West doe je voetbal. Ook de volleybalsters voor nu. En die volleyballers van Suriname ook. Power de man toe. Is dat weer voor de man door een Caribbean Cup. En wanneer ze daar dat hebben gewonnen, dan gaan we door voor Amerika gewoon. Ja, het moet kunnen. Ja, toch? Moet kunnen, Ibsabi. Helemaal. Ja, we gaan het afsluiten in die middelste camera. Middel. Ja. Ready? Steady. Wat moet ik zeggen? Tan. Oh ja. Tan. Ja? Yes. En het moet een lange zijn, want die lange. Ja. Oh, dubbel hè? Ja. 3, 2, 1. Tatararan tan. Tan tan. Tenen ten tenen ten. Ten. Tenen tenen. Tenen. Die.
in het buitenland bereikbaar blijven en geen onverwachte kosten bij terugkomst in Suriname? Dat kan met Roomvoorles van Telesur. Met de dienst Roomvoorles ontvangt u gesprekken en sms-berichten vanuit Suriname geheel gratis op uw Telesur-nummer. Voor slechts $5 per sms en $50 per MB is het gebruik van uw Telesur-nummer voordeliger. Wij hebben Roomvoorles partners in de Verenigde Staten van Amerika, Nederland, de West-Indies en French West-Indies, waaronder Frans-Guyana. Roomvoorles van Telesur, voordelig bereikbaar zijn in het buitenland. Telesur, keeping us in touch.